Ja, vanavond ging het ITVA van start met een reis om de wereld in 50 concerten. Een tedere film over de liefde voor muziek. Regisseuse Hedy Honigman, die tevens de hoofdgast is van het festival, die volgde het Concertgebouworkest gedurende hun wereldtournee. Je zit te wachten. Hartslag begint al een beetje sneller te worden. En dan komt het moment daar dat je moet gaan staan. Dat is eigenlijk het eerste wat je gaat doen. En je gaat staan. Dan denk je, nu kijken er 2100 mensen naar mij. Die denken, hey, wat gaat hij doen? Ik sta. Laten we zeggen, 10 seconden van tevoren pak ik de bekkens. Zijn ze zwaar? Zijn heel zwaar. Ik denk dat deze misschien wel bijna 4 kilo per stuk wegen. Je gaat klaarstaan. Je luistert naar de muziek, je kijkt naar de dirigent. En dan is het zover. Ja, bij ons de gast, muzikoloog Henk-Jan Honing, die op speciaal verzoek van ons de film heeft gezien. Reis om de wereld in 50 concerten. En een paar mooie fragmenten heeft uitgekozen waar jij vanuit jouw vakgebied iets zinnigs over kan zeggen. Wat sprak je zo aan in dit fragment? Ik vind het mooi omdat het eigenlijk niet laat zien de acrobatiek van het muziek maken. Al die muzici die allemaal zich in de Rambam gestudeerd hebben, deze Herman Rieke ook, kan ontzettend goed gladgang spelen. Maar uiteindelijk is het muziek maken gewoon op het goede moment het juiste ding doen. Ja. En dit is het ultieme, ook het cliché van de slagwerker die uiteindelijk met een triangeltje bling moet doen. En hij moet met die bekkens. En dat is een soort, het is ook de metafoor voor de luisteraar die meeluistert, meetrekt en dan gebeurt het, kaboom. En dan heb je één dat, moment ja, om het goed te doen. Ja, en dat zit allemaal in die openingsscène, dus dat vind ik heel mooi. Ja, ja, ik dacht wel gelijk, slagwerker moet je niet zijn in het orkest. Nou, hij heeft ook nog andere dingen te doen, denk ja, ik. Maar sommigen zeggen, dit is nergens. Nou, dit is het cliché van een slagwerker ja, in een symfonieorkest, dat je een partituur hebt met alleen maar rusten. En er staat aan het eind staat er één kruisje en dan moet je op een triangel slaan of op een trommel. Ja. Maar er is een heleboel andere muziek die dat niet heeft. Ja, maar zo belangrijk voor het geheel dus, die hele kleine stukjes. Ja, ja. Nu heb jij ook een mooi fragment voor ons uitgezocht. Dat gaat over het moment dat ze aankomen in Afrika. Hè? Wat gebeurt daar precies? Als ik me goed herinner, komen de muzici uit het vliegtuig. Ik heb één keer gezien bij de film, ja, dus dat is best lastig. En ik geloof dat dezelfde slagwerker, Herman Rieke, dan ziet een groep jonge mensen die spelen op steel drums. Ze worden ontvangen, feestelijk ontvangen. Ja. En dan zie je die, ja, dan zie je ze een soort met, ja, moet je me even, ik weet niet we of het is, maar een soort jaloerse blik kijken. Oké, kijk even mee naar dat fragment. Ja, het is wel mooi, want jij ziet hier dus iets van de jaloezie in terug, hè, bij die ja, concertgebouworkestleden. Ja, maar dit is muziek maken zoals het meestal gedaan wordt. Ja. Omdat je het leuk vindt en mensen doen dat en het uit een soort enthousiasme lekker muziek maken, dansen. En het orkest is natuurlijk helemaal gesublimeerd. Het is een soort fabriek. Je ziet het ook in die film prachtig, die 8 contrabassen. Een heel vliegtuig vol met instrumenten en muzikanten. Die allemaal precies op het goede moment die dingen moeten doen, zoals het in die partituur staat en zoals de dirigent dat zegt. En dit is een soort vrijheid waar natuurlijk, ja, daar komt wel denk ik de passie van al die muzikanten vandaan. Van dat is het echte muziek maken. Ja. Dus nou ja, in ieder geval projecteer ik dat op die scène. Ja, eigenlijk zou je dat als muzikant zo, zou je dit er ook bij moeten hebben. Hè, om het volgens mij doet iedereen dat stiekem. Die hebben allemaal kleine ensembles en dan gewoon lekker muziek maken. Waar je losgaat, ja. 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 Ja, want deze meisjes die zien ook nog wel voor zichzelf een toekomst in de muziek weggelegd. Ja, er zit een hele mooie scène hierachter. Die kunnen we misschien niet laten zien. Maar dan zie je, wat ik me herinner, 2 meisjes. Eentje die zegt van ik wil eigenlijk meteoroloog worden. En de andere zegt ik wil geloof ik eigenlijk rechtenstudent worden. Maar dan beginnen ze over muziek te praten en dan zie je die gezichten zo. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er is. Wat gebeurt er dan bij mensen al dat muziek hen zo uit een soort realiteit kan trekken? Wat er gebeurt, hoe, dat weet ik niet.
Maar ik vind iedere keer weer, ook bij deze film, vind ik dat was voor mij het emotioneelste moment. Dat je ziet van hoe muziek kan ingrijpen op hoe mensen zich voelen. Ook over hoe ze over zichzelf denken en hoe ze met elkaar samen naar dingen doen. Muziek aan het maken zijn. En dan zie je die meisjes in zo'n steelband spelen. En dan, ja, dat plezier. Ja, dat. Waarom dat is, dat probeer ik in mijn onderzoek uit te zoeken. Waarom wij daar allemaal zo'n talent voor hebben. En, wat heb en waarom het ons zo kan raken. Oh god, we zijn pas net begonnen. Ja. Zaten nog in de kinderschoenen, dat onderzoek? Nou ja, vergeleken met taalonderzoek hebben we een grote achterstand. Taal weten we heel veel over. Muziek. En vooral de luisteraar zijn we pas de laatste 10, 20 jaar bezig. Maar ik ben hoopvol. Ja? We zijn meer en meer collega's internationaal die meedoen. Over een paar jaar kan ik vast wel wat meer dingen vertellen. Kan je gewoon allemaal vertellen wat ze anders zeggen? Neem jezelf ook wel een beetje als proefkonijn van wat er met jezelf gebeurt als jij naar muziek luistert? Voor wetenschap is dat meestal geen goede strategie. Maar gisteravond was ik in het Bimhuis en ik een concert met Afrikaanse spelers. En ja, ik heb geen moment aan mijn werk gedacht. Het was gewoon geweldige muziek. Echt pure meditatie? Soms is het meditatie, maar soms is het ook ontzettend opletten of geschokt zijn. Ik loop ook wel eens boos weg met concerten. Dat raakt me echt, maar dat herkent iedereen vast wel. Muziek kan mensen schelen. Je vindt die muziek mooi, die muziek vind je lelijk, dat vind je irritant, dat vind je prachtig. Het is een vorm van je identiteit. Ja, het spreekt je persoonlijk aan. Ja. Ja. De volgende fragment dat je voor ons uit hebt gekozen, dat geeft het eigenlijk ook heel mooi weer. Hè? Het is een taxichauffeur in Buenos Aires. En die voor muziek is voor hem ook heel belangrijk en betekent daadwerkelijk iets in zijn positie in de maatschappij. Laten we mee gaan kijken. El taxista, el trabajo del taxi es un trabajo. Es un trabajo medio vulgar. Pero yo creo que la calle por sí misma es vulgar. Y uno está 12 horas en contacto con la calle. Y entonces eso. Sí, se hace un poco vulgar. Y a mí no me gusta ser vulgar. No busco diferenciarme del resto, en realidad. Busco yo. No retroceder. No vulgarizarse. Eso. Porque yo, mis compañeros, que a veces nos encontrábamos en distintos lados por la empresa, yo bajo la música clásica, no hablo de la música clásica y trato de amoldarme a las personas que estoy en mi entorno. Ja, die klassieke muziek die hem uit die vulgariteit haalt, dat moet hij eigenlijk ook weer geheim houden. Zo'n soort sociale code. Ja, dus het is privé en hij bepaalt wie er wel of niet toegang toe krijgt. Ja. Maar wat ik vooral mooi van vind is het idee van dat hij dat in zijn taxi is zijn ruimte en met zijn muziek. En dat realiseer ik me ook weer toen ik dat zag, van dat eigenlijk, dat is ook iets heel recentelijks, hè? Dat je dat kan, dat je de hele dag muziek voorhanden hebt. En in je eigen kleine. In je eigen ruimte. Je ziet mensen fietsen met van die oordopjes in. Iedereen, dat is heel gewoon, zeker de afgelopen jaren geworden. En in een auto kan je dat pas. Wanneer is dat? Sinds de 70e jaren met cassettebandjes. Daarvoor kon dat niet. Dus dat kennelijk heeft muziek ook dat terrein helemaal. Veroverd, dat is het woord. Ja. Ja. En de mensen daar ook weer een functie voor gevonden. Dat is een soort het is heel blijkt heel belangrijk te zijn voor allerlei. De mensen reguleren hun stemmingen ermee. Het is identiteit, bevestigend, bevorderend. En deze man is ook weer zo'n voorbeeld van iemand die dat met die muziek dan helemaal zijn hele eigen wereld kan besturen, zeg maar. Door alleen maar wat trilletjes in de lucht. Ja, ja, prachtig scène. Ja. Dank je wel voor je komst, Henk-Jan Honing. Dank. Ja, en zometeen op dit net de documentaire Return to Homs. Dat was de openingsfilm van het IPVA vorig jaar. Een hele rauwe film die ons naar de frontlinie brengt van de burgeroorlog in Syrië, waar jonge strijders proberen te overleven. Zaterdag, dan zijn wij weer, ook op dit net, om 11:30. En wilt u meer informatie over het IPVA of over documentaires, kijk dan op npodoc.nl. En ik zie u heel graag komende zaterdag weer. Tot dan. APPLAUS